en ik ben zenuwachtig. Ik heb trillingen, alles. Dus, maar ja, wel een beetje, toch maar. Kijk, dit helpt, dus dat scheelt. Nog voor het begin van de wedstrijd zit de sfeer er al goed in. Al zijn de verwachtingen bij de Oranje fans wisselend. Verlies Nederland. Verlies van Nederland? Ja. Ik gok op een 2-1. 2-1. Stille hoop, maar ik denk 1-1. En dan weet Nederland al in de eerste minuut van de wedstrijd gevaarlijk voor het doel van de Fransen te komen. Maar toch gaat de bal er de hele eerste helft maar niet in. Toch kunnen de meeste fans in de rust wel leven met een gelijkspelletje. Zeker heel fijn dat het 0-0 is gebleven, want het was echt wel heel spannend. Ja. Ja, 0-0 is prima, toch? Ik bedoel, Frankrijk was wat beter dan Nederland. Maar ik denk de tweede helft kunnen we best wel verrassen. En als ze verliezen, wat gaan jullie dan doen? Dan gaan we naar huis. En dan, in een periode dat Frankrijk veel beter is, scoort Nederland uit het niets. De kater is dan nog groter als het doelpunt wordt afgekeurd. Omdat de Franse doelman volgens de scheidsrechter werd gehinderd. Gelul! Onterecht afgekeurd. Dat is mijn enige mening eigenlijk. Ik vond het een beetje leuk, maar ook niet leuk. Partijdige scheids! Ja, het is gewoon niet leuk dat ze 0-0 hebben. Ik ben nog steeds een beetje aan het trillen. De kansen waren daar, maar de goals niet.